Hallo en welkom maar weer terug bij een nieuwe video op dat kanaal. Vandaag spelen wij weer lekker Munch Hamburg. Vandaag rijden wij in de politie M5 in de Straßenpolizei. Oftewel, ja, heel veel namen heeft het. Ben jij wanted? Nee, jij bent niet wanted. Oké, nou dan peer ik hem weer, want mijn auto moet gerepareerd worden. Hopelijk ga je niet met me mee. Weet je. Dus ja, stap jij maar even in, dan gooi ik je eruit bij de car dealer, rijd ik door naar de ADAC. En dan. Dan gaan we zo weer verder met onze dienst. En Areas Fuel Station wordt overvallen, dus daar vliegen wij maar weer naartoe. En wij gaan de achtervolging inzetten op de verdachte. Zo, opa, eentje is in ieder geval aangehouden. Ik weet niet, is dat de eigenaar? Dat is niet de eigenaar van de auto. Kom je maar eens eventjes hier. Hoppa, hebben we gewoon even een 2-in-1 gepakt, joh. Laten we deze overbrengen naar de gevangenis. En ze zijn allebei geliefd. Wat een verdriet. Wij gaan door naar de backup request van onze collega. En de bank wordt kennelijk overvallen. Die staat er nog niet tussen. Dus wij gaan er maar naar binnen rennen. Zometeen plopt die bank waarschijnlijk ook omhoog. In de lijst. Er staat er namelijk nog niet tussen. Wouter, staan blijven. Hallo, hallo, hallo. Heb ik een ladder bij? Nee. Ja, dan. Ik zie de bankoverval er ook hier helemaal niet tussen staan. Dus. Ik. I not weet wat er geen is. But. Hoppa. Even collega taseren voor de gein. Zit hier iemand zich te verstoppen? Nou, ik denk niet dat hier nog wat aanwezig is. En dat wij gewoon weer lekker verder gaan met onze dienst. Er zijn drie agenten overhoop geschoten rond dezelfde plek. Dus wij gaan zonder sirenes naderen. Dat wij de betreffende criminelen niet wegjagen. Er is nog een agent neer. Allemaal op dezelfde plek. Het is maar goed dat wij aankomen. Want ik denk dat dat wel nodig gaat zijn. Even kijken, gaat er nou nog iemand neer? Even kijken, wat is hier gaande? En die Lambo, wij gaan er gelijk de achtervolging in zetten. En ik ben neer. Dat is wel jammer. Ik had een betere spot moeten nemen om vanaf te gaan schieten. Want ze hadden gewoon helemaal vrij voor mij. Dus gaan ze een beetje Russisch lopen praten, joh. Weer 5-5-1. Ja, dat snapte ik toch niet. Russen vallen nu ook Duitsland binnen. Goed verhaal. Nou, ik hoop dat de ambulance snel ter plaatse is. Want dit gaan we waarschijnlijk niet aankunnen als regio Hamburg. Zo, we zijn weer gerepareerd en ik hoop dat we snel weer terug zijn met een melding. En ook zonder melding gaan wij natuurlijk lekker door. Ik heb een wanted persoon gevonden en hierop gaan we lekker de achtervolging inzetten. Hoppa, zijn motor is stuk omdat zijn banden lek zijn. Klinkt helemaal niet logisch. Zodra wij mogelijkheid zien, gaan we natuurlijk de taser inzetten. Hop. Gatver ging precies eventjes de verkeerde kant uit. Kom jij maar even hier, meneer. En jij gaat even lekker mee, meneer. Hoppakee. Zo, ik heb hem vrijgelaten. Ik heb toch al 33 XP, weet je. Zoveel heeft hij waarschijnlijk toch niet misdaan. We gaan even kijken. Hier 5 keer iemand geslagen en 11 keer juwelier overrie. Als we hem nog een keer vinden, dan pakken we hem wel. De juwelier werd ook zojuist overvallen. En daar rijdt een Amarok weg. En ja, die Amarok is best wel een onoverwinnelijk wagen. Het is echt. Hij rijdt lekker, hij is best wel snel. En je kunt over al die stenen heen denderen. Maar toch gaan wij. Oeh, het is niet eens de Amarok. De Amarok is van de Wouter. Heerlijk. Staan blijven, meneer de Audi. Staan blijven, staan blijven. Komt u hier, meneer? Komt u hier? Komt u hier? Hop. Staan blijven. Hop.
Twee tasers, hoppakee. Neem jij hem lekker mee, meneer. Fijne avond, hoppakee. Wat geweldig. Zit hem ook gewoon weer achter in die bak, wat mooi. Ja, dit is echt gewoon leuk. Gewoon, het gaat gewoon snel, gewoon bam. Gewoon knallen. Sneller zijn dan dat je hoofd kan verwerken. Ja, die reed door rode licht heen. En weet je wat dat betekent? Dat wij eens erachteraan gaan om te kijken of hij nog meer heeft fout gedaan. Zo, op. Jij hebt 30 nog iets. Dan gaan we even kijken. Meneer hebt 30. Dat lijkt alsof er 30 cd. Die heeft ook 30 cd in zijn kentekenplaat. Die heeft nog niks misdaan. Dus wij gaan weer lekker door met onze dienst. We hebben een melding gekregen dat er een persoon met een wapen aanwezig is rond de juwelier. Nee, is rond de juwelier. Dit is bij de haven. Oh ja, daar gaan we zeker snel op af. Laat onze sirenes uit, want anders dan weet hij natuurlijk dat we eraan komen. Kan hij de persoon doodschieten, et cetera. Dus ik denk dat wij even snel ter plaatse gaan vliegen. Oh, we worden gelijk beschoten door een sniper, gek. Tandjes. Zo, op, daaronder zie ik voeten. Oh, en hij rijdt weg. Hij komt naar me toe. Dit gaat nou echt precies gewoon geweldig. Gaat hij uitstappen om verder te schieten? Geen idee. Wij gaan in ieder geval de achtervolging inzetten. We zijn knijthard getrold. Deze man is gewoon sec. We zijn knijthard getrold. Jemig. Alles ter plaatse. Ambulance. En we zijn gewoon knijthard getrold. Wat een zware scam dit. Maar de juwelier wordt overvallen en dat is geen troll, dus wij gaan gelijk door naar de juwelier. Nou, de juwelier wordt het hem even niet. Ik zit lekker vast met de BMW, dus ik ga even kijken of we hem los kunnen krijgen. Auto is los en door maar weer. Even helemaal niks door. Ik verlies controle in de bocht en ik den er zo uit. Gadverdamme zeg. Ik denk dat dit met dit niveau een ongeluk dat we maar beter kunnen stoppen met de video. En dat dit hem alweer is voor vandaag. Ik zie dat de opname alweer prima duurt. Dus we zien graag terug bij de volgende.